Overleven in de landbouwsector moet met de constante vernieuwingen de afgelopen periode. De afgelopen periode was het voor veel landbouwers die groenten telen en exporteren naar het buitenland een uitdaging. Woorden van Ajay Matau, landbouwer en exporteur in Wanica. Matau zegt verder dat sinds Nederland het vorig jaar zijn importbeleid voor groenten heeft aangepast, hij ook prijsaanpassingen heeft doorgevoerd om het hoofd boven water te houden. We blijven onszelf stimuleren door het markt niet kwijt te raken, wat Europa betreft. Dus al stellen ze eisen, maar wij zoeken ook andere manieren. Als het niet vers gaat, dan gaan we verwerken. En daarmee zijn we nu bezig uit te breiden, dat we op een andere manier met nieuwe technologieën groenten kunnen verwerken, invriezen, en zodat we overal kunnen verkopen op de markt. Matau haalt verder aan dat er veel meer zaken binnen de sector gerealiseerd moeten worden als we daadwerkelijk de voedselschuur van het Caribisch gebied willen worden. Hij denkt daarbij aan de motivatie van jongeren om in de sector te stappen. We hebben zoveel zaken die niet stimuleert voor de landbouwsector. Vooral tegenwoordig nu de jongeren. Niemand gaat willen zijn tijd of willen investeren in de landbouwsector. En er valt ook geen scholingen vanuit de overheid, vanuit de LVV, dat je een goede voorbeeld kan krijgen van laten we ons inzetten voor de landbouwsector. Dat gebeurt niet. En ten tweede, hoe wij in Suriname nog gewend zijn landbouw te doen. Het is echt dat we 30 jaar achter zijn wat betreft landbouw in Suriname. Niets doen we nog machinaal. En als we echt willen gaan exporteren en deviezen verdienen, moeten we gaan investeren in landbouw. En het is niet planten met schop, chap, noem maar op. Het is echt machinaal kunnen we doen om grote schaal te halen. Dan pas sta je sterk, ga je zeggen van je gaat exporteren. En je kan misschien een deel van het Caribisch gebied kunnen voorzien. Landbouwer Ajay Matau. Hij exporteert voorgesneden en verpakte groenten naar Nederland. Wij spraken hem als onderdeel van het nieuwsonderdeel Districtenbezoek.